Mag ik misschien even binnenkijken? Ja, dat mag zeker wel. Kom maar in. U heeft hier een galerie? Dat klopt. De weekenden zijn we altijd open, vrijdag, zaterdag en zondag. Ja, zo'n 25.000 mensen per jaar krijgen we wel. Overal hebben we kunst hangen, maar de helft van het huis is privé en de andere helft is galerie. Nou, hier hebben we onze beeldentuin. Dan hebben we nog een koffietisch-schenkerij, heel gezellig. En boven natuurlijk ook, dus misschien is het leuk om even boven te kijken. Ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar uw privé-gedeelte. Oh kijk, wil je door de dienstingang of door de gewone ingang? Welke is het mooist? Dan gaan we door de gewone. Heeft u personeel in dienst? Ja, ik heb wel personeel in dienst, maar niet meer van het schoonmaken. Nou, dit is onze huiskamer. Hier lig ik ook gewoon op de bank, hè, om dus lekker tv te kijken. En dit is? Dit is onze beer, dat is onze grote boef. Die houdt hier alles een beetje in de gaten. En kijk, en dit is onze bijkeuken. Hier, Zelfs de bijkeuken is vol met kunst, hè? Ja, we hebben overal kunst hangen. Bijvoorbeeld, nou kijk, dit is een prachtig schilderij van Herman Tulp. Een heel mooi meisje. Dus overal in ons vertrekken waar maar een muurtje is, daar hangt ook een schilderij. Kijk, het is een heel leuk toiletje hier. Onze reizen en onze gebeurtenissen hebben we allemaal op het toilet hangen. Hier hebben we nog een prachtige droogzolder. Pas op het trapje, want het is een heel steil trapje. Hier hingen ze vroeger de was neer, aan deze mooie houten stokken. En hier hebben we nog een balkon, waar je 's ochtends even een kopje koffie neemt. Lekker over de beeldentuin heen kijkt. Badkamer, jaren 20 stijl, maar met een moderne tint. Want we hebben net mooie glazen ramen erin en een heel mooi nieuw bad. En hier is mijn slaapkamer. En uiteraard hebben we hier ook een heleboel kunst. Want ja, als je s'avonds lekker in bed ligt, dat is niet mooi dan om naar een mooi schilderij te kijken. Ja, het is echt een heel mooi meisje. Vrouw, moet ik eigenlijk zeggen. En dat is bijvoorbeeld van Herman van Hoogdalem. Ja, dit vind ik echt een heel bijzonder schilderij. Niet alleen omdat hij op mijn slaapkamer hangt, maar het is gewoon een heel mooie dame. Maar jullie slapen hier met z'n tweeën? We slapen hier met z'n tweeën. Ik zie alleen maar naakte vrouwen. Ja, nou ja. Is het niet behoefte om ook eens een naakte man tussen te zitten? Nee, absoluut niet. Ik vind het heerlijk zo. Hier, je mag heel graag zitten. Hang hier mijn badjasje op aan zo'n mooi gewijtje. Dan ga ik erin zitten. Dat doe ik nu even niet, maar goed, dan ga ik hier heerlijk zitten. Handdoekje erin. Nou, dit is gewoon mijn plek. Wat ruik ik? Eucalyptus. Wat is nou het hart eigenlijk van het huis? Nou, het hart van het huis is onze keuken. Dat zou ik je even hier laten zien. Misschien moeten we daar even een foto maken. Ja, is goed. Met z'n tweeën? Ja, is goed. Pascal? Oh. Pascal? Pascal? Dan moet ik toch even naar buiten toe. Pascal? We wonen in zo'n groot huis, ik ga even bellen. Hoe dat. Even kijken. Nou, ga ik even bellen waar ze zit. Jo, met mij. Zou je even kunnen komen? Oké, dank je. Joe. Pascal? Ah, daar komt ze al. Ja, ze willen even een foto maken, dus. In het hart van het huis. Waarom is dit het hart van het huis? Nou, hier komen alle gangetjes komen hier naar binnen. En hier eten we en drinken we. Hier zitten we altijd aan deze mooie oude tafel. Ga maar zitten, zou ik zeggen. Ja. En even in de lens kijken.